Het moest een onderdeel zijn van een stad, door integratieve mogelijkheden daarmee verbonden. Het belangrijkste vond ik de medezeggenschap. De democratische poot onder het dorp. Het voor het zeggen hebben in je leven en in de omgeving waarin je leeft. Uur lang is de Amsterdamse RAI het centrum geweest van een unieke actie ten behoeve van de stichting Open het Dorp. Zo groot was de toeloop dat politie buiten en binnen het gebouw de grootste moeite had om de orde te handhaven. Deze radio- en tv-actie van de AVRO ten bate van die lichamelijk gehandicapten voor wie geen revalidatie meer mogelijk is, werd geleid door Mies Bouwman, die de harten van het Nederlandse volk voor dit prachtige doel wist open te breken. In een ononderbroken stoet kwam een stroom van goede gevers die hele 24 uur lang naar het RAI-gebouw. Hartverwarmend was de spontaniteit waarmee jong en oud hun kleine of grote gaven kwamen aandragen. Vele ervan waren vaak in originele verpakking gehuld. Telkens weer verscheen Mies Bouwman op het podium om mededeling te doen van de bedragen die men had gebracht of telefonisch had toegezegd. En maar af en toe vond zij gelegenheid voor een ogenblikje rust. Ja, au. Onder de vele artiesten die de actie hun steun gaven, was ook Wim Kan, die in het laatste uur van deze marathon op vrijmoedige wijze bij vier grootindustriëlen nog eens 100.000 gulden lospraatte. Mies Bouwman werd tenslotte door de initiatiefnemer van het dorp, dokter Klapwijk, die ook 24 uur in touw bleef, voor haar grote aandeel in de actie met rozen gehuldigd, waarna zij ontroerd een dankwoord sprak. Ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Heel hartelijk dank, fijne mensen in de RAI, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. Ja, dat was toch wat? Ik denk dat we zo een maand of 3, 4 daarvoor echt flink aan de gang gingen. Maar waarmee? Want ja, eerst was het een actie voor de radio. Toen kwam Ger Luchtenburg, een gepassioneerde man van de AVRO. Die zei, de televisie, laten we een televisieactie maken. Nou, zei wij, prima. Ja, je vond alles in die tijd prima. Je wist niet wat je echt losmaakte, hoor. Dat wisten we echt niet. Maar wel met ongelooflijk veel enthousiasme dat soort initiatieven volgen. Nou, toen zei Luchtenburg, ja, wacht even, dan moet je kennis maken met een dokter, want het is zijn plan om dat dorp te bouwen bij Arnhem. Nou, toen ontmoette ik voor het eerst Arie Klapwijk. En ik was eerst nog bedeesd, want dat was toch een hele grote meneer al. Maar zo'n hartelijke en gepassioneerde man. En die heeft mij werkelijk helemaal in dat doel getrokken. Letterlijk ook, want we gingen hier naar de Johannesstichting. En daar ben ik 1 keer door hem rondgeleid. En ook over het hele terrein met al die prachtige bomen. En Klapwijk, die was niet te stuiten. Dus hups, daar gingen we weer en vertellen. Vergaderingen. En langzaam maar zeker werd het dus een avond. Maar nog steeds geen 24 uur. Totdat diezelfde Luchtenburg zei, in Amerika is een wereldrecord van 20 uur, geloof ik. Zullen we dat gaan breken? Ja, dat is goed, zeiden wij. En Theo Ordeman, ook zo'n ongelofelijke, enthousiaste en geweldige jongen, die keek mij aan en ik keek hem aan. Toen zeiden we doen het wel, maar we doen het alleen. En dat is ook wel gebleken, want we hebben het volgehouden met z'n tweeën. En jouw Klapwijk dus ook, hè, moeten we niet vergeten. Mies, we zijn allebei een beetje moe. Een beetje, misschien wel een beetje erg. En daarom geloof ik dat we er verstandig aan doen om de hele grote dingen nog eens aan het eind van deze actie te zeggen, want we zijn maar op het eind. Maar
ik geloof toch dat ik namens alle mensen die gekeken en geluisterd en meegewerkt hebben spreek, als ik zeg dat er maar één vrouw in staat was om zo de harten van ons volk te bespelen als Mies Bouwman dat heeft gedaan. Die mensen die allemaal naar de RAI kwamen ook. In het begin helemaal niet zoveel. En in de nacht was er een vaste groep en die bleef zitten. Daar kregen we een grote band mee. Die sleurde ons door de nacht heen. Maar toen mensen wakker werden en zagen dat we er nog steeds waren. En met zoveel plezier. En dat het steeds grappiger werd. En ontroerender ook. En ja, het groeide uit tot iets onvergetelijks. Onvergetelijk moois. Ja. Dus toen de actie voorbij was, toen zeiden we, ja, en wie gaat het nou bouwen? En mijn man, die maakte toen onder andere uitzendingen met Bakema, hele beroemde architect. Zeiden we, als die man nou dat dorp zou kunnen bouwen, internationaal was hij ook bekend. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus, hups, wij weer, ik weer terug naar de AVRO, naar Klapwijk. En zei, je moet kennis maken met Bakema. Dat is zo'n fantastische man. Nou, zo is het gebeurd. En Bakema heeft het dorp ontworpen. Langs de snelweg van Arnhem naar Ede zijn de prachtige gevolgen van die ene onvergetelijke en unieke actie Open het dorp nu heel duidelijk zichtbaar. Het dorp groeit, naar alle kanten open voor het omringende leven. Toen ik voor het eerst in het dorp rondliep, toen dacht ik, wat geeft dit een geweldige voldoening. Dat dorp is werkelijk prachtig gebouwd. Mensen die zijn gelukkig om hier te wonen. Wat een geweldige vooruitgang met de inrichtingen van vroeger. En nou, hier vonden ze een plek en ik zeg niet dat het de meest ideale plek voor iedereen is geworden, maar voor heel veel mensen wel. En als je werkelijk geen uitzicht hebt om waar dan ook naartoe te kunnen, want daar was het voor bedoeld, nou dan was dat een droom. En ik ben later ook nog wel eens bij mensen geweest die hier woonden al jaren en jaren. En die heel zelfstandig en hier en daar kritisch, maar zo reëel zeiden van, nou, ik ben ongelooflijk blij dat ik hier woon. Ik heb het naar mijn zin, ik kan hier van alles. Ja, nou, dat gaf mij zo'n ongelooflijk gelukkig gevoel. Dat ik denk, nou, ik mag misschien een heleboel troep hebben gemaakt in mijn leven. Maar dit is nou zo'n uitzending met zulke mooie gevolgen. Ja, heerlijk, heerlijk. Dames en heren, ik heb van je man gehoord dat we je het meeste genoegen doen met rode rozen. Eén boeket met telkens erin voor elk uur één roos. Dank u wel. En omdat ik zeker weet dat het hele Nederlandse volk het allerliefst weer 24 uur met Mies Bouwman inging, nog zo'n boeket. Ik hoop dat we met het nieuwe dorp, dat we dokter Arie Klapwijk niet zullen vergeten. Dat leeft bij ons, dit meegemaakt hebben nog in ons hart. Zonder zijn idee en zijn droom is dit dorp nooit gekomen. Ik ben Josje Matser, ik ben 63 jaar en ik woon al 43 jaar in het dorp. Eerst woonde ik thuis bij mijn ouders in Smilde en later ging ik naar de Johannesstichting voor 2 jaar revalidatie. Ondertussen werd hier aan de overkant het dorp gebouwd en ik ben hier blijven hangen, zal ik maar zeggen, in het dorp. En ik heb het naar mijn zin. Ondertussen heb ik mijn man leren kennen. We zijn alweer 37 jaar bij elkaar, 27 jaar getrouwd, nog gelukkig. Ja, we wonen hier heel fijn. We hebben het reuze naar onze zin hier. Nu werk ik elke woensdag hier in het kringloopcentrum van de activiteitencentrum. Maar eigenlijk
zijn mijn man en ik begonnen in de jaren 80 om deze kringloopwinkel op te starten. En de opbrengst daarvan gaven we altijd aan Bukumbikamp. Dat is een project wat het dorp toen de tijd adopteerde. En er gingen elk jaar dekens, geld, verbanden, altijd naar die kamp toe. Toen op een gegeven moment, toen moesten we stoppen. En nou valt het onder de dagbesteding. Dan hebben niet meer bewoners een werkplek, zeg maar. Wauw, we hebben wel echt heel veel plezier hebben we eraan gewerkt, ja. Ik volg Spaanse cursus en ik doe iets voor het Rode Kruis. En ik werk ook bij Amnesty International en computeren. De mensen van Tref hebben contact met mij opgenomen en ze zijn bij me langs geweest. En ze hebben uitgelegd wat het allemaal kan. En ik vind het heel fijn, ik vind het mooi. Treffa is een community waar mensen met en zonder handicap terecht kunnen om ervaringen te delen. Als je bijvoorbeeld in Arnhem naar een restaurant gaat en daar blijkt niet aangepast te zijn, dan zou je dat op de community kunnen zetten. Dat is maar één voorbeeld van velen waar je de community voor zou kunnen gebruiken. Ik ben Matthijs Witt, ik ben 27 jaar. Nou, ik zit in een bandje van het dorp. En ik speel bas via mijn telefoon. Ik heb een app, de bas-app. En daar kan ik mee spelen. Ik heb hiervoor ICT-werk gedaan, ik heb websites gebouwd. Nou, dat bedrijf is failliet gegaan. Toen heb ik even een jaar of twee in een gat gezeten. En ja, op een gegeven moment dacht ik van ja, het is klaar, ik moet wat gaan doen. En ik wil graag mensen helpen met hun leven. En toen ben ik eigenlijk lid geworden van de dorpsraad. En nu ben ik daar voorzitter van geworden. En in het begin was het eigenlijk een hele stugge organisatie, echt vanuit CISA. We hebben weinig samen, we stonden eigenlijk als twee kampen tegenover elkaar. En dat is verbeterd en nu zijn we meer tot elkaar gekomen en hebben we echt constructieve bijeenkomsten. Nou, ik componeer muziek ook op mijn eigen computer. En dat doe ik eigenlijk al een tijdje. Nou, ik werk met een programma wat Reason heet. En het fijne daarin is dat je gewoon eigenlijk net zoals in het echt muziek maakt en aan knopjes eruit. Zoals het in een studio ook zou gebeuren. En dat vind ik heel erg leuk en ja, daar werk ik mee en ik heb het eigenlijk voor mezelf aangeleerd. Gewoon veel pielen, gewoon proberen en dan komt er automatisch wel geluid uit. Nou, bijvoorbeeld voor deze documentaire, kan ik dat vertellen? Ja, bij deze. Nou, de muziek die je nu hoort, die heb ik gemaakt. Ja, daar kan ik me wel helemaal in opgaan. Ik doe veel meer. En dan moet ik ook vertellen wat, natuurlijk. Ik geef voorlichting op basisscholen. Dus ik ga af en toe naar een klas met kinderen toe met een paar anderen om te vertellen over mijn handicap en hoe je kinderen kan leren dat het eigenlijk allemaal best wel meevalt. Dat je eigenlijk eerst even moet wennen aan mensen met een handicap. En kinderen, dat is mooi, die zijn nog zo open, die kunnen dat nog, die zijn nog ontvankelijk voor dat soort dingen. Als ik een meisje die vroeg mij van wat zijn de voordelen van een handicap? Nou, dat is een geniale vraag, want heel veel mensen die staan daar helemaal niet bij stil. En laat staan, ze durven te vragen. En kinderen kunnen gewoon open en bloot dat gewoon vragen. En, zonder enige gêne. Ik probeer eigenlijk met alles wat ik doe mensen te verbinden en ervoor te zorgen dat je door een andere blik heel veel dingen kunt bereiken.
Door elkaar te stimuleren en je eigen verantwoording te nemen, creëer je je eigen regie. Ga je gang. Ik zeg maar nog niet beschadigd. Nee, kijk even uit. Jezus, jezus. We hebben elektriciteitskabels hier, zie je dat? Ja. Wauw. Wauw, ja, dat is mooi. Wauw. Veel ruimte ook. Heel veel ruimte. Ja. Dorm is blauw. Ha, kijk hier. Ja. Tussen de regels waait de geest, snap jij die? Dat is eentje om over na te denken. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Die is nog niet klaar hier. Nee, maar het is een heel eind onderweg, denk ik. Ja, een heel eind, ja. Er zit veel automatiek in, dat is wel duidelijk. Als ik zie wat mensen met zware handicaps allemaal moeten doen om hun eigen leven te kunnen leiden, dan neem ik daar echt mijn petje voor af. Dat inspireert me en daar willen wij graag een bijdrage aan leveren. Ik ben Rob Hoogma, bestuurder van CISA. Ja, er moet inderdaad ook hier nog wat gebeuren, maar eigenlijk in de hele ontwikkeling van het dorp. Want het is eigenlijk is het alleen nog maar het gebouw, wat een voorbode is van hoe het nieuwe dorp eruit zou moeten zien. En is het 50 jaar is een moment wat als een soort versneller of een soort katalysator is voor al die veranderingen die we in gang hebben gezet. Wat zijn nou de belangrijkste dingen van de afgelopen tijd geweest? Nou, het valt me op dat bewoners behoefte hebben in meer inspraak en meer zeggenschap in dingen. En dat ze meer voor het zeggen krijgen. Want sommigen hebben het idee dat ze niet gehoord worden door de plek waar ze wonen. Dat er zeg maar voor de bewoners wordt gedacht en niet met. Ja. Als ik dit hoor, hè, merk ik soms een soort padstelling. Het gaat om medezeggenschap, terwijl ik zeg het gaat eigenlijk om zeggenschap. Hè. Ja. Nou, ik denk dat sommige mensen misschien niet zo weerbaar zijn. Of velen vinden het misschien eng om uit te spreken wat ze denken. En daarom bestaat de dorpsraad ook. Om een platform te geven waardoor mensen wel dingen kunnen veranderen. Als je in termen van dorpsraad en medewerkers en bestuur denkt, dan zit je eigenlijk een beetje in klassieke termen te praten. Wat zou je daar willen veranderen? Eigenlijk vind ik is dat wij mensen zouden moeten ondersteunen om hun eigen wil te ontdekken, hun eigen regie te pakken. Van wat vind je nou leuk te doen in het leven en wat weerhoud je nou? Maar wat ga je doen als mensen die regie niet uit handen hebben? Nou, jij zei ooit eens een keer van dat mensen zich veel te makkelijk laten pamperen hier. Ja, maar wanneer gaat het anders worden? Als een of andere bestuurder roept van dat doen we niet meer? Nou, ik denk dat het kan veranderen als er meer samen wordt besloten. Samen naar regeren wil ik niet zeggen, maar gewoon samen. Waarom niet? Ja, nou, samen regeren dan. Nou, maar kijk eens hoe wij deze paswoningen gebouwd hebben. Ja, dat hebben we samen gedaan. Dat is helemaal samen met de architect die op de rolstoel zich een aantal dagen hier heeft moeten leven. En het hele ontwerp van het dorp hebben we ook zo gemaakt. Ja. Dus met de kunstenaars en de filosofen en jullie. Ja, dat is echt een geweldig initiatief. Maar wat wij afgelopen jaren zijn gaan doen, is iets in gang gezet. Hoe je, zou ik zeggen, mensen met een handicap kunt ondersteunen om de eigen dingen te doen die iedereen zou willen doen. Ja. En is het dorp 50 jaar een mooi moment om te laten zien en met anderen te kijken van hoe we dat verder kunnen doen. En hoe er over 50 jaar uitziet, weet ik niet. Maar wat toen de tijd was, open het dorp, zeggen we nu van het dorp opent deuren. Ja. Dus we niet denken in termen van dit moeten we gezamenlijk als mensen met een handicap doen, maar dit is mijn leven en wat betekent dat wat ik ook met andere mensen kan doen. Dan begint het bij jou individuele motivatie te bouwen. Maar dat is absoluut essentieel, denk ik. Ja, ik denk dat daar onze ondersteuning op gericht moet zijn. En dus niet alleen maar gericht op wat je, dus niet alleen maar het verzorgen, behandelen en dat soort zaken. Het moet ook gebeuren, dat moet gewoon goed gebeuren. Heel belangrijk ook, ja. Tuurlijk. Als jij geen goede verzorging krijgt, dan kun je niet eens denken aan. Nee, precies. De leuke dingen in je leven. En wat ik zelf een hele grote uitdaging vind, hoe houden we alles wat in gang is gezet, hoe houden we daar het stand? Ja. En hoe zorgen we ervoor dat over 50 jaar alles nog veel beter geregeld is? Daar liggen wij allebei waarschijnlijk onder de zoden. Ja, precies. Voor de ander. Ik zou wel het mooi vinden als het ons lukt om met elkaar
die slimmigheden te, verder door te ontwikkelen. En een leven te hebben wat jij kunt leiden. En de buurman die niet gehandicapt is, ook aangenaam. Maar het is heel interessant om daar een dialoog over te blijven aangaan met elkaar. Ja. Als je dan alle tijden weet hoe het speelt en wat we van elkaar kunnen leren, denk ik. Wat zie jij nou als uitdaging voor jezelf? Wat wil ik voor leuke dingen doen in het leven? Of? Ja, ik vind het allemaal leuk. Ja, dat heb je al eerder gezegd. Dus dat is een beetje moeilijk. Dus bestuurlijke dingen vind ik geweldig. En Dorpsraad vind ik geweldig.